Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op zaterdag 31 augustus, de laatste dag van de meteorologische zomer. En die sluit in stijl af, want het wordt vandaag 25 tot 30 graden. Vanochtend is het zo'n 17 tot 19 graden. De zon die schijnt en er waait een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Maar vanmiddag loopt die temperatuur dus hoog op en in het zuidoosten van het land kan het zelfs lokaal 30 graden worden, misschien wel 31 graden. Later vanmiddag draait de wind wel naar het westen en komt er meer bewolking vanuit het westen opzetten. En vanavond kan er hier en daar een enkele bui vallen. In het oosten van het land met name is er kans ook dat er onweer vol gaat komen. Morgen een heel ander weerbeeld. De westelijke wind brengt dan koelere lucht en meer bewolking. De temperatuur ligt tussen de 19 en 21 graden in de middag en er kan lokaal een bui vallen. Smiddags spreekt wel de zon vaker door. Maandag verandert er weinig, ook dan buitjes af en toe met temperaturen tussen de 17 en 19 graden en dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Dan worden het 20 tot misschien wel 23 graden in Limburg. Vanaf woensdag licht wisselvallig weer. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Nog een fijne zaterdag.